Wat is de impact van de aanslag in Utrecht op het stemgedrag van de Surinamers in Nederland? Verslaggever Sam Jones praat met enkele Surinamers die hun mening geven over de verkiezingen in Groningen. Moon Baldeo is tot zover de enige kandidaat met een Surinaamse achtergrond in Groningen. Gemotiveerd is Baldeo, maar de provinciale verkiezingen zijn niet populair. Al jaren vertoont de opkomst een dalende lijn. En zeker ook bij Surinamers in Nederland. Hoe zit het bij de Strana Mang hier in Groningen? Bij Mamio? Ik ga stemmen, ja zeker, ik ga stemmen. Ja, 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 ja. Wat gaat het worden? Ik moet nog even nadenken, zo, maar nou ja, PVD heeft de laatste tijd wat slechter gedaan dan het afgelopen jaren. Maar ik vind een PVD toch een goede partij altijd. Dus ja, een partij die voor je opkomt. Inderdaad. En worden er nog bepaalde personen eigenlijk? Of, want Baldeo die sponsort jullie, hè? Ja, die sponsort ons wel, maar dat hoeft niet per se naar Baldeo te stemmen. Zo, natuurlijk. Maar ik heb wel in mijn gedachten en ik doe het wel goed overwogen. Dus dat komt wel goed. Maar niet bij iedereen hier in Groningen is het enthousiasme om te gaan stemmen groot. Gaat er nog stemmen dit jaar? Ik probeer het, ik probeer het. Het klinkt als nee. Nee, maar weet je, het is hard werken, het levert helemaal geen malle moer op. Het klinkt raar. Ja, maar weet je, het loont niet, weet je. En het is soms, wat voor doe je het eigenlijk? Weet je, maar ik probeer het wel. Maar wat zou je verwachten van de politiek eigenlijk? Wat meer naar de mensen luisteren hier. Ook heel veel doen voor de ouderen, dat gebeurt ook weinig. Nou, ik vind dat je in dit land woont, dit prachtig land woont, Nederland, waar de democratie eigenlijk een behoorlijk onderdeel van is, dat je in ieder geval de morele plicht hebt om iedere keer, ieder vier jaar te gaan stemmen. Vroeger was de Partij van de Arbeid natuurlijk de partij van Surinamers onder andere. Je ziet nu partijen als DENK en Bijeen en anderen die zich meer profileren. Nou, ik vind het jammer. Ik vind ook, ik vind het jammer. Ik vind van wie je een vuist maken, dan moet je oppassen dat je niet versnipperd raakt. En natuurlijk, geen enkele politieke partij is perfect. Ik heb ook gesprekken gehad met mensen die zich in de steek gelaten voelen door de Partij van de Arbeid. En totdat ze maar hoorden van, goh. Is niet begrijpelijk dat mensen dan naar DENK gaan die Surinamers op eerste, tweede plaats zetten en zelf in de Tweede Kamer? Nou, ik begrijp dat en daarom ben ik ook al mee oneens. Je moet een beetje oppassen dat je niet uit ontevredenheid en op een andere partij gaat stemmen en daarin blijft hangen. Ik vind van je moet de dialoog opzoeken. Blijf bij je idealen. Blijf bij je idealen, zoek de dialoog op en ga met de partij waarvan je denkt dat dicht bij jou ligt. Ga met de partij ook een stevig gesprek aan. En het mag zo nu nog gaan wrijven, want zonder wrijven heb je geen glans. De Partij van de Arbeid is ook steeds een partij geweest die zoekende ook is. Hè? Van, goh, het is een brede partij en je kunt niet iedereen tevreden houden ook. Wat zou je adviseren eigenlijk? Wat ik de Partij van de Arbeid adviseer is, blijf bij je idealen. En probeer vanuit die idealen te kijken naar van hoe kun je zeg maar, een brede groep die altijd voornemens hebt te bereiken, te blijven bereiken. En dus is er uiteraard hier en daar mensen teruggesteld zijn. Het moment dat de spanning in de economie zich aandient, kijk maar naar de recessie, moest de Partij van de Arbeid ook samen met de VVD het land uit de economische crisis helpen. Nou, dat is gelukt. Het land staat er goed bij. Maar de Partij van de Arbeid die heeft niet de credits gekregen die het verdiende. Dat was dan het tweede deel van de aflevering Surinamers en verkiezingen in Groningen. Sam Jones sprak met Moon Baldeo, de enige kandidaat met een Surinaamse achtergrond in die provincie.